Martijn van Apple Coach hier. Dit jaar heb ik ook weer geluk gehad en de nieuwe iPhone weten te krijgen op dag 1. Ik heb zelf gekozen voor de iPhone XS Max in Space Grijs. Maar eigenlijk wil ik niet zozeer naar deze iPhone kijken met je in deze video, maar vooral kijken of je deze iPhone zou moeten kopen. Voor we beginnen, ik heb de iPhone nu een paar dagen. Ik ben zelf erg tevreden over de iPhone. Het scherm is geweldig, de foto's zijn prachtig. De hele iPhone voelt snel. Het is een prima iPhone. Maar ik denk niet dat je hem moet kopen. En ik zal je uitleggen waarom ik denk dat je in de meeste gevallen niet de iPhone XS of de XS Max zou moeten kopen. En veel hangt natuurlijk ook af van je huidige iPhone. En dat is gelijk het probleem een beetje. We hebben vorig jaar de iPhone X gekregen. En de iPhone X was eigenlijk de iPhone die al een jaar vooruit liep. Dus de iPhone van dit jaar hebben we vorig jaar al gekregen. En daarom zie je nu dat de stap van de X naar de XS eigenlijk vrij klein is. Ja, de camera is beter, ja, Face ID is sneller, maar het is een vrij kleine stap. Dus als je vorig jaar een iPhone X hebt gekocht, zou ik je niet aanraden om nu de iPhone XS te kopen. Tenzij je echt graag een groter scherm wilt en dus de iPhone XS Max neemt. Of als je echt, echt absoluut de allerbeste camera in je iPhone wil hebben, of denkt dat je elk klein snelheidsverschil merkt, dan zou je dus de XS kunnen overwegen. Want als je nu een oudere iPhone hebt, een iPhone 6S of een iPhone 7, of misschien zelfs een iPhone 8, maar of je moet upgraden in dat geval, weet ik niet. Als je zo'n model nu hebt, zou ik je waarschijnlijk aanraden om te wachten op de iPhone XR. En die komt uit op 19 oktober. En heel eerlijk, de iPhone XR is ook niet goedkoop, maar hij is wel een stuk voordeliger dan de iPhone XS en zeker dan de iPhone XS Max. Maar je krijgt wel ten opzichte van een iPhone 8, een iPhone 7, een iPhone 6S een betere camera. Je krijgt een snellere telefoon. Je krijgt Face ID. Je krijgt alle nieuwigheden eigenlijk die we hebben gezien bij de iPhone X. Die krijg je ook gewoon in die iPhone XR. Martijn uit de toekomst hier even. Sorry dat ik je onderbreek, Martijn, uit deze video. Maar wat ik nog wel even wil zeggen. Het scherm van de iPhone X en de XS is wel echt beter dan dat van de iPhone XR. Ze gebruiken een andere techniek voor het scherm. En dat is wel een van de meer zichtbare verschillen tussen die verschillende iPhone-modellen. Oké, gaan we maar weer verder, Martijn. En niet alleen dat, je kunt ook nog eens kiezen uit meerdere kleuren. Dus als je dat leuk vindt, bijvoorbeeld je wilt een gele telefoon, dan kan dat als je kiest voor dat model. En voor dat alles betaal je zo'n €300 minder dan je zou doen voor een iPhone XS. Op de Apple Coach website vind je een uitgebreide koopadvies. En als je echt twijfelt, dan kun je me ook gewoon een e-mail sturen, martijn@applecoach.nl. En gewoon vragen wat ik denk dat voor jou de juiste iPhone zou zijn. En vertel me dan wel welke iPhone je nu hebt, wat je budget is, wat je belangrijk vindt in een iPhone. En dan wil ik je daar best mee helpen. Eén tip kan ik je alvast geven. Als je niet absoluut zeker bent dat jij een iPhone XS of een XS Max wilt hebben, ben je waarschijnlijk beter af met een voordeligere telefoon, zoals de iPhone XR of de iPhone 8, 8 Plus, misschien zelfs een iPhone 7 of een iPhone SE. Maar zoals ik net al zei, kijk gewoon even in het artikel om te zien of je daaruit komt. Stuur me een e-mail als je er niet zelf uitkomt en samen komen we vast uit wat voor jou de juiste iPhone is.